grote ongeloof in de Dakar-wereld over het overlijden van Ton van Genuchten. Zijn dood is aangekomen als een mokerslag. Van Genuchten, coureur van team De Roy uit Zon, viel in een mestkelder. En ondanks massaal toegestroomde hulpdiensten overleefde hij dit niet. Het ongeluk gebeurde hier op het boerenbedrijf van zijn vader in Best. De brandweer rukte met 7 wagens uit voor de reddingsactie. Maar de inzet van de hulpdiensten en ook een traumahelikopter kon Van Genuchten niet meer redden. Ton van Genuchten deed met een vrachtwagen 7 keer mee aan de Dakar-rally. Onder andere Brabantse deelnemers aan de rally is zijn overlijden hard aangekomen, zoals bij Janus van Kasteren. Ja, onbeschrijfelijk. Zo'n man als Ton. Een droge goedzak is het gewoon. Dat kan gebeuren is verschrikkelijk. Een val in een mestput werd Van Genuchten dus fataal. En hij is niet het eerste slachtoffer. De brandweer wordt regelmatig naar boerenerven geroepen omdat mensen in de put zijn gevallen. En dat loopt vaak slecht af vanwege het gevaarlijke gas H2S. Zodra je daar wat hogere concentratie hebt, dan is het al meteen dat het verlammend werkt op de ademhaling. En mensen stopt met ademhalen en uiteindelijk heeft dat mensen best wel problemen. Ja. Tot de dood ertoe leidt. Ja. H2S is zwaarder dan lucht en blijft dus in een put hangen. Omdat er in zo'n put nauwelijks ventilatie is, hoopt het er zich op in dodelijke concentraties. Soms vallen mensen er per ongeluk in, soms raken ze bedwelmd als ze erin roeren en vallen daardoor in de put. Helaas blijft het vaak niet bij 1 slachtoffer. 1 iemand wordt onwel, blijft liggen in de put. Omstanders of familieleden zien het gebeuren, proberen hulp te bieden om zo snel mogelijk uit die put te halen en worden dan ook weer zelf slachtoffer. En dat zien we vaker bij dit soort incidenten, dat we niet 1, maar meerdere slachtoffers moeten gaan redden. Ja. Het is daarom dat de brandweer altijd meetapparatuur mee heeft om H2S op te sporen en schone lucht om veilig te kunnen werken. Hier zit aanlucht in 300 bar, samengeperst schone lucht. En wij zetten dit op, dus hier kunnen wij dit aankoppelen en zo kunnen we continu blijven werken. Sinds 1980 vielen er in Nederland al meer dan 30 doden bij ongelukken met mestgassen. Hoe Van Genuchten in de mestkelder kon vallen is niet duidelijk. Hij zou komende januari zijn rentrée maken in de Dakar-rally na een afwezigheid van 2 jaar. Met Anton van Limt als zijn navigator. De 2 deden al vaker samen mee in de Dakar-rally. Van Limt reageert vanaf zijn vakantieadres geschokt op het overlijden van Van Genuchten. We hadden dezelfde dag nog volop contact over allerlei dingetjes nog voor de planning, voor de toekomstplannen. Dus ja, dan is dat, als daarmee dan de toekomst een keer ophoudt voor hem, is dat wel een hele vreselijk harde noot. Het was ook niet te bevatten. We geloven het ook eerst niet. Van Genuchten maakte in 2013 zijn debuut in de Dakar Rally. In 2016 behaalde hij zijn beste resultaat. Hij werd toen 5e in het algemeen klassement bij de vrachtwagens. In totaal behaalde hij 6 etappenzegers. In januari wilde hij zijn ultieme droom weer proberen waar te maken. Een podiumplaats in het eindklassement bij de trucks. Ik zou dit jaar bij hem in het team De Roy zitten. En zouden we samen een keer naar Dakar gaan. Hij sprak de ambitie uit om in de top 3 te rijden. Nou, daar had ik hem zo graag mee geholpen. Tom wilde echt voor top 3 gaan. Dat was gewoon, en dat is nog zachtjes uitgedrukt. Dat was zeer ambitieus. Echt, gewoon de volle tegenaan. En dan toch, voor ons en voor mij en Wuf was dan de taak om hem toch een beetje proberen in toom te houden. Om niet over de kop te rijden, maar wel echt gedegen die top 3 binnen te rijden. En dat is ook, iedereen, je rijdt veel voor jezelf, Dakar, maar iedereen zou dat Ton gunnen. Ja, gewoon een eenvoudige, goede mens. Van Genuchten reed vaker voor het team van Gerard De Roy. Via Facebook schrijft De Roy dat hij geschrokken is van het tragische nieuws. Hij kan het niet bevatten. Van Genuchten werd 38 jaar. Hij laat zijn vrouw en 4 kleine kinderen achter.